De Ontsnapte Taart, Tweede Leerjaar, sint Ludgardis Ganshoorn. Er was eens een farao die tegen zijn vrienden, de mummies, zei: Kom, we gaan een leuk feest geven. De mummies vroegen: Waarom? De farao antwoordde: omdat de ingestorte gang van het labyrint eindelijk teruggemaakt is. Dat moeten we vieren door een feestje te bouwen in de piramide. Iedereen akkoord? Ja, natuurlijk, dat doen we. riepen de mummies enthousiast. Een van de mummies begon een lekkere taart te bakken. Anderen dekten de tafel. De farao versierde de feestzaal in de piramide. Hij riep: Waar is dat feestje? En alle mummies antwoordden: hier is dat feestje. Eindelijk kwam de taart uit de oven. Die werd op een chic gouden bord gelegd en zo op de tafel gezet. De taart zag een beetje zwart, want hij had ietsje te lang in de oven gestaan. Eén mummie strooide wat magisch poeder over de aangebrande taart om de smaak te verbeteren. Zo zag het er goed uit. Toen kwam een andere mummie met een groot, scherp mes. Hij wou de taart in stukken snijden. Daar had de taart geen zin in. Hij sprong van de tafel en liep in de richting van de deur. Alle mummies liepen achter de taart aan. Die struikelde en werd door de mummies gevangen. Ze zetten de taart weer op het chique gouden bord. Weer ging de taart er deze keer kon hij ontsnappen door de gemaakte gang van het labirint naar de top van de piramide. Daar durfden de mummies hem niet gaan pakken. Ze waren bang dat ze zouden vallen. Toen bakten de mummies maar een nieuwe taart. Deze keer zonder magisch poeder. De farao proefde er als eerste van. Hij zei: Hmm, dit is de allerbeste taart ooit gebakken. De ontsnapte taart werd geschreven door Anas, Kenzo, Nela, Ella, Elena, Leia, Mirko, Simon, Victor, Isaac, Marie, Hugo C, Dylan, Steven, Koussai, Nahel, Mariam, Alessio, Lia, Lucie, Cleo, Theo, Hugo V, Anna en Juf Melissa.